Vertrouwen in het hol van de leeuw. Dat is het thema wat ik boven de preek heb geschreven. Vertrouwen in het hol van de leeuw. Vanmorgen hebben wij stilgestaan bij Daniël en we zijn gebleven bij vers 12. Daar werd Daniël tijdens zijn bidden, tijdens zijn stille omgang met God, heel ruw en rumoerig overvallen door zijn jaloerse stadhouders. Ze vallen zijn huis binnen alsof hij een grote boef is. Alsof ze huiszoeking doen. Dat betekent, gemeente, zelfs achter de voordeur is Daniëls geloofsleven niet meer veilig. Dat is wel heel schrijnend. Zelfs achter de voordeur kan hij niet meer zomaar knielen voor God. Wat eerst wel mocht, bidden tot God, mag door nieuwe wetgeving nu ineens niet meer. En daardoor wordt Daniël ineens in een gewetensconflict gebracht. Christenen in China maken dit op dit moment ook mee. Ze werden in eerste instantie de laatste jaren wel toegestaan om hun kerken te hebben en hun God te vereren. Maar op dit moment worden door ambtenaren van de overheid, een soort religieuze politie van de communistische partij, er strenge controle uitgeoefend. Er vinden ook aanvallen plaats op kerken, vernielingen van kerken. Kerken, zo is de gedachte van de autoriteiten, kerken moeten meer ver-Chinezen. Dat willen ze. Dus door nieuwe wetgeving, gemeente, kan de godsdienstvrijheid in een land serieus veranderen. Heel ingrijpend veranderen. En je zult er maar mee te maken hebben. Dan kun je wel eens afvragen, zal ik staande blijven als er een tijd ontstaat hier in Nederland van tegenstand en vervolging? Zal ik het geloof volhouden, zelfs als daarvoor op een gegeven moment de doodstraf staat, de leeuwenkuil? De Heer Jezus heeft zijn discipelen gewaarschuwd voor de gevaren van de duivel die in deze wereld rondgaat als een briesende leeuw. En de Heer Jezus heeft gezegd, zie, ik zend u als schapen te midden van wolven. En wees op uw hoede voor de mensen, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen. En ze zullen u geeselen. De Heer Jezus heeft zelfs gezegd, u zult voor stadhouders, voor Darius, voor Pilatus geleid worden. Omwille van mij. Maar nou kent de Heer Jezus ook onze wankelmoedigheid. En onze angst. Onze bangheid. Onze voorzichtigheid. En de Heer Jezus heeft daarbij gezegd, maar wanneer ze je dan over zullen leveren, moet je niet bezorgd zijn over wat je spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden. Want u bent het niet die spreekt, maar het is de geest van God die in u spreekt. Het zal u gegeven worden. In tijden van vervolging hoeven wij het niet uit onze eigen veerkracht te halen of zo. Maar Gods geest gaat het uit genade schenken. Wees dus niet bevreesd. Ze kunnen het lichaam wel doden, maar de ziel niet. Alleen God kan de ziel van de goddeloze vernietigen in de hel. Wees niet bevreesd. Dat vraagt ons dus om vertrouwen op God. En dat vertrouwen op God heeft ook Daniël gehad. Daniël heeft er zo'n vertrouwen in gehad, gemeente, dat als hij zou sterven in de leeuwenkuil, want die optie was er vooruit, dat als hij zou sterven in de leeuwenkuil, heeft Daniël geloofd, dan zou hij opstaan met de opstanding in een nieuw leven in Gods koninkrijk. Daniël 12, vers 2 en 3. Daar zou hij als een ster schitteren in Gods rijk. Dat geloofde hij. En vertrouwend op de hulp van God heeft Daniël volhard in zijn gewetensconflict.
En dat vertrouwen wordt ook van ons vandaag gevraagd. Want ook wij komen in gewetensconflicten en ik denk steeds meer. Ik denk aan verplegend personeel dat onder druk wordt gezet om volgens soms voor hen stuitende vormen mee te werken aan abortus of euthanasie. Het kan gewetensconflicten veroorzaken. Ik denk aan werknemers die door hun werkgevers onder druk worden gezet om op zondag te werken. Alleen maar om economische redenen. Ik denk aan christenen die binnen hun familie te maken hebben met familievakanties. Die op zondag vertrekken en die op zondag thuiskomen. Die dus op zondag het vliegtuig bijvoorbeeld gebruiken. Gij zult niet arbeiden op zondag. De rustdag. Ik denk aan het gewetensconflict voor onderwijzend personeel. Dat wordt gevraagd om de evolutietheorie uit te leggen aan leerlingen. Ik denk aan families die te maken hebben met een erfenis waar ze mee worstelen, die niet verdeeld wordt. En die staan voor het gewetensconflict. Zal ik het nou maar toelaten? Zal ik mezelf er nou verloochenen? Omwille van de liefde binnen de familie? Of moet ik echt mijn eigen recht halen en mijn geld binnenhalen? Dat is ook een gewetensconflict. Ik denk aan christenen die worstelen op hun werk met bidden voor het eten. En dat niet durven. Ook een gewetensconflict. Soms worden we erin geplaatst. En voor je gevoel moet je dan soms familieleden of collega's teleurstellen. Je komt voor een keuze, God of de mensen. En lijken we dan op Daniel? Durven we dan een Daniel te zijn? Dat we bij onze principes blijven en bij alles wat uit die principes voortvloeit. Ook in een veranderende tijd. Met een veranderende wetgeving. Waarbij de principes van God overboord worden gezet. Zijn wij bereid om bij Gods principes te blijven? Zelfs als dat betekent dat ik het hol van de leeuw in moet. De Heere zorgt daarvoor door zijn geest. Dat wij in zijn spoor blijven. Smeek om meer van de geest in je leven. Het is de Heilige Geest in Daniels uitzonderlijke geest die hem van harte gewillig en bereid maakt. Die geest woont in u. Dat is de belofte, dat zegt het avondmaalsformulier. Die geest woont in u, die helpt u. En dat heeft Daniel wel nodig, want het gaat richting de leeuwenkuil. De ambtenaren die Daniel biddend vinden, gaan hem verraden bij de koning. Ze hebben eindelijk iets gevonden. En koning Darius komt in een lastige situatie. De stadhouders vragen het nog even voor de zekerheid. Er was toch een wet, als je tot een andere god zou bidden, dan zou je toch naar de leeuwenkuil moeten? De schijnheilige. Ja, zegt Darius. Nou, Daniel, een Joodse balling, die wijkt af van de groep. Hij bidt 3 keer per dag. En dan wordt eindelijk Darius wakker geschud, gemeente. Eindelijk wordt hij wakker uit zijn verblinde hoogmoed. Het zou tijd worden. Hij neemt het zichzelf zeer kwalijk, zegt vers 15. Hij neemt het zichzelf zeer kwalijk. De Statenvertaling vertaalt beter, die zegt... Darius wordt zeer bedroefd. Dat staat er. Hij wordt zeer bedroefd. Hij wordt verdrietig. Dat hij in de strik van de ambtenaar is getrapt. Want wat betekent dit voor hem, gemeente? Nou, ik dacht, als Darius al door zijn ambtenaren opgelicht wordt terwijl Daniel nog leeft, hoe zal het dan straks gaan als Daniel gestorven is in de leeuwenkuil? Dan zal hij nog meer worden opgelicht, denkt u niet? Dan zal straks dat corrupte bestuursapparaat in stand blijven. Dat zal alleen maar uitgroeien tot een grotere schimmel. Darius voelt hier de rechtvaardige en eerlijke grondslagen van zijn rijk trillen op de grondvesten. En het pleit toch voor Darius, gemeente, dat hij aan Daniels kant staat, vind ik. Pleit toch voor hem. Dat geeft hem ondanks zijn verblinde hoogmoed een positieve indruk. Hij is voor Daniel, hij is nooit tegen Daniel geweest.
Mooi is dat, als heidense werkgevers christenen kunnen waarderen vanwege hun betrouwbare eigenschappen. Vanwege hun capaciteiten, vanwege hun goede inzet in het bedrijf. Mooi is dat. Maar hoe Darius ook zoekt naar mogelijkheden om Daniels leven te sparen, en hij probeert het echt, het lukt hem niet. Het wordt nacht in zijn leven, zegt het einde van vers 15. De zon gaat onder. Want Darius is gebonden aan de wet van Mede en Persen. Dat is nog steeds een uitdrukking vandaag. Hè? Dat komt uit deze tekst. Als iets een wet van Mede en Persen is, dan ligt de regel vast. Daar kan niemand meer wat aan veranderen, zelfs geen koning. En het is wel heel schrijnend om te zien dat Darius beperkt wordt door zijn eigen gemaakte wet. Hij is slaaf van zijn eigen letters geworden. Hij zal het zelf ook merkwaardig gevonden hebben, maar hij kan niets veranderen. Dan ben je dus koning, maar dan kun je niets. Tragisch is dat soms, ook vandaag. Hè? Dan hebben we een heel bestuursapparaat, maar er is soms niemand die je helpen kan. Loop je er soms ook tegenaan? Onze Daniel, mag ik het zo zeggen, gemeente, hij wordt toch een beetje van ons in de afgelopen maanden. Onze Daniel, die kan wel koningen helpen aan een oplossing, maar koningen kunnen hem niet helpen aan een oplossing. En dus gaat het richting de leeuwenkuil met Daniel. Als het nacht geworden is, is het zover. En de koning loopt met hem mee op richting leeuwenkuil. En wij weten van de Assyriërs en de Babyloniërs dat zij leeuwen gevangen hielden in ommuurde dierentuinen. Soms ook in grotten of holen. Er wordt in Babel op leeuwen gejaagd. Er werd zelfs een sport van gemaakt. En het was in die tijd een grote straf, een soort godsoordeel over je, als je in de leeuwenkuil moest. Dan had je iets heel ergs gedaan. Nou, dat heeft Daniel feitelijk volgens de nieuwe wet. Volgens de nieuwe wet mag je alleen bidden tot de koning. De koning is een soort god geworden, bij wie je de verzoeken moet indienen. En Daniel doet dat niet, dus Daniel lastert God. En op Gods lastering staat de grootste straf, de leeuwenkuil. In het Jodendom staat op Gods lastering de kruisiging. Bij de Babyloniërs blijkbaar de leeuwenkuil. En niet voor niets een leeuwenkuil, gemeente. De leeuw is een historisch thema in Babel. Nog steeds is in het huidige Irak, waar Babylon destijds viel, de leeuw als een standbeeld, een belangrijk nationaal symbool. He, bijvoorbeeld he, voor onze jonge mensen. In het logo van de Irakese voetbalbond staat in het midden een leeuw. Opvallend. In de tijd van Daniel is de leeuw het symbool van Babel. De leeuw vertegenwoordigt de belangrijke godin Ishtar. De godin van vruchtbaarheid, seksualiteit, liefde, maar ook oorlog. En het beeld van een gevaarlijke leeuw moest de vijanden afschrikken. De leeuw van Babel, de Babylonische leeuw, zoals wij dat ook zeggen, de Nederlandse leeuw. En de Babylonische leeuw, daarover gaat het in Daniel 6. En die Babylonische leeuw wil de Joden opeten. En wij weten niet goed hoe de leeuwenkuil eruit heeft gezien. Het lijkt een soort ondergrondse put te zijn geweest, want in vers 17 wordt Daniel erin geworpen. Dat veronderstelt een naar beneden gaande beweging. En in vers 24 wordt hij eruit getrokken. Dat veronderstelt een opwaartse beweging. Het is dus een kuil onder de grond. Er wordt ook een steen opgelegd. En zoals bij een gierput soms een ijzeren deksel er wordt opgelegd. Het is dus een kloof of een hol of een ondergronds grottenstelsel, zoiets. Daar zaten die leeuwen en Daniel wordt voor die leeuwen geworpen. En met dat hij zijn dood tegemoet gaat, hoort hij nog een woord van God. Dat vind ik toch wel heel machtig, einde vers 17. Uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Dat is de stem die Daniel hoort in zijn achterhoofd. De God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Dat is de belofte die meereist onderweg naar beneden.
Weggeworpen, weggesmeten, weggegooid als krachtvoer voor de leeuwen. Niets meer, niets minder. Maar daar klinkt wel de belofte. Hij zal u verlossen. En die laatste woorden, gemeente, die gaan in de kuil in vervulling. Na die belofte, zegt vers 18, wordt er een steen gebracht op de opening van de kuil. En de kuil wordt verzegeld. En het doet allemaal wel heel veel denken, gemeente, aan het graf van de Heer Jezus. De overeenkomsten zijn klip en klaar. En Jezus, die als een roos werd geplukt en weggegooid. Weggegooid door ons mensen. Hij werd verworpen door ons. We hebben hem niet aangenomen. We hebben hem met onze zonde weggegooid. Nog steeds. Je ziet het nog steeds op rommelmarkten. Bijbels. Die worden weggegooid. In de vuilnisbak, in de kuil, aan het kruis. Weg ermee. Weg ermee. Jezus kreeg het ook te horen. Weg met hem. Uit het zicht. Nog steeds wordt Jezus weggegooid. Maar Jezus ging naar het kruis. Jezus ging naar het graf. Jezus laat zich weggooien. Hij ondergaat op die manier als 100% mens de toorn van mensen en de toorn van God. En hij hangt daar tussen hemel en aarde in. Weggesmeten, afgekloofd. Jezus wordt weggegooid. Daniel ook. Maar ze houden allebei vast aan God de Vader, die verlossen zal dwars door de dood heen. Ze hebben hun geest in de handen van God aanbevolen. En toen Jezus werd begraven, kwam hij in een grot, in een nieuw graf. En daar werd ook een steen voor gedraaid. En dat graf werd ook verzegeld. Wat voor Daniel de leeuwenkuil is, is voor Jezus het graf. Maar Christus heeft in het graf geen ontbinding gekend in zijn lichaam. De Heilige heeft geen verderving gezien. En ook Daniel loopt geen enkele schade op. Vers 23 en 24 zeggen dat. Hij had geen schade aan de kleren. Hij had geen schade van de leeuwen, ja. En dat is misschien ook wel heel wonderlijk. Hij had zelfs geen schade van zijn val, want hij viel natuurlijk naar beneden. Je zou je benen kunnen breken. Zijn lichaam heeft geen verderving gezien. Wonderlijk zijn de overeenkomsten tussen Jezus en Daniel. En je vraagt het je ondertussen af, gemeente, hoe is het er nu in die leeuwenkuil aan toegegaan? Hoe is het er nu aan toegegaan? Ja, daar wordt natuurlijk heel wat over gefantaseerd. En daar is ook veel over geschilderd in de geschiedenis. Ja, dan zouden die viervoetige roofdieren met hun goudgele pels en hun lange manen een beetje aan Daniel hebben gesnuffeld. Een beetje goedmoedig en op een gegeven moment zijn ze gaan liggen en Daniel er een beetje tegenaan. En vervolgens is Daniel tegen die leeuwen aan in slaap gevallen. Een kinderverhaal uit een kinderbijbel. Maar goed, het is wel heel mooi, het zou goed kunnen. Maar wat weten we nou met zekerheid over die leeuwenkuil? We weten twee dingen wel met zekerheid hoe er aan toegegaan is. Het eerste wat we weten is, die wilde dieren krijgen te maken met een engel, vers 23. En die engel legt de hand op hun mond. En zo worden die wilde dieren als het ware bekeerd. Ze worden tam gemaakt. Dat betekent dus, gemeente, dat daar onder de grond ineens een stukje herschepping plaatsvindt. Herschepping onder de grond. Mens en leeuw gaan tezamen weiden. Mens en leeuw zitten elkaar niet langer in de weg, maar zitten naast elkaar. En dat doet me ook denken aan de Heer Jezus, die volgens Marcus 1, vers 13, 40 dagen in de woestijn bij de wilde dieren is geweest, terwijl de engelen daar ook bij waren.
En de Heer Jezus heeft daar mogelijk ook met leeuwen en jakhalzen en beren opgewandeld. En die hebben hem niets gedaan. En zo bracht de Heer Jezus als het ware het koninkrijk van God binnen in de wereld. Dat zelfs de schepping een nieuw paradijs wordt. Waar de Heer Jezus binnenkomt, gemeente, en dat is nog steeds zo ook vandaag. Daar wordt deze vervloekte schepping volgens Genesis 3 vervloekt. Door herschepping weer een stukje hemel op aarde. Een paradijs. En dat is ook het rijk waar de wijn gedronken wordt van het avondmaal. Avondmaal is als het ware een stukje hemel op aarde. Waar Christus door de geest immens dichtbij komt. Dichterbij kun je het niet krijgen, want hij komt in je door brood en wijn. In het avondmaal zien we glimpen van het vrederijk van God. En die leeuwen en Daniël die het goed maken met elkaar, dat is feitelijk het vrederijk. En dat zal straks, gemeente, volkomen zijn over de hele wereld. Dan zal een wolf met een lam verkeren en een kleine jongen zal zijn hand steken in het nest van een adder. En het zal zomaar gaan. Dat is het perspectief voor avondmaalsgangers in een dankzeggingsdienst. Vooruitzien naar die nieuwe hemel, waar de wijn straks eens voor goed nieuw gedronken zal worden. Dan zal de gebroken schepping van wilde dieren die mensen opeten voorgoed voorbij zijn. En dan wordt het volkomen nieuw. Herschepping dus onder de grond. Dat is het eerste wat we weten. Wat we zeker weten. Het tweede wat we zeker weten hoe het eraan toe ging in die leeuwenkuil is het volgende. Wij weten wat Daniël heeft gedaan in de kuil. Hij is in de kuil namelijk onder de grond beter afgeweest dan Darius in zijn hele luxe paleis. Daniël gaat de kuil in, maar Darius zit in de put. Dat moet u onthouden, dat is een woordspeling natuurlijk, maar zo is het wel. Daniël gaat de kuil in, maar Darius zit in de put. Want, ziet u, hij kan niet slapen. Vers 19. Hij kan niet slapen. Hij begint te piekeren. De piekergeest komt over hem. Hij laat geen muziek komen, hij laat geen historische verhalen vertellen. Hij piekert over zijn zonde. Hij piekert over Daniël. Wat kan een mens toch piekeren in de nacht? Herkent u dat? Hij zit in de put. Maar wat doet Daniël in die tussentijd in de leeuwenkuil? Nou, zegt de tekst drie keer, en dat is opvallend. Drie keer zegt de tekst, hij is bezig met God. Vers 17 zegt, voordat hij de kuil ingaat, uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Met andere woorden, dat vereren zal niet voorbij gaan als je daar in die kuil zit. En in vers 21 zegt Darius dat opnieuw. Heeft uw God die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Darius heeft er niet aan getwijfeld dat Daniël God heeft vereerd in de kuil. En dat staat ook aan het einde van vers 24. Daniël had geen letsel omdat hij op zijn God had vertrouwd. Het staat er drie keer, hij heeft vereerd, vereerd en vertrouwd. Dat benadrukt de grondtekst van onze tekst. In die nacht heeft Daniël, misschien wel net als Paulus en Silas, psalmen gezongen en geestelijke liederen. Want ja, wat zal Daniël natuurlijk ontzettend dankbaar zijn geweest. Want hij heeft natuurlijk ook toegekeken hoe die leeuwen niets deden. Het was ook voor hem een groot wonder. Dat was ook voor hem niet vanzelfsprekend. Dat die leeuwen hem niet beten. Wat zal Daniël zich een nacht lang hebben verwonderd. Zou u het ook niet mee willen maken, gemeente? Dat je gewoon een nacht tussen de leeuwen verblijft en ze doen je niks. Dat je ze zo kunt aaien, kinderen. Dat je ze zo kunt aaien, die leeuwen. Dat is toch heel bijzonder. Daniël heeft God groot gemaakt. En dan gaat het erom, gemeente, wat de Joden uit deze geschiedenis hebben gehoord, welke boodschap ze hierin hebben gehoord. Ze hebben hierin gehoord dat God machtiger is dan de leeuw van Babel.
Dat God regeert, dat God de Allerhoogste is. Hij is veel sterker dan al dat geweld. Dat is ook in onze maatschappij. God is veel sterker dan het geweld ook van de Nederlandse leeuw. En alles wat er brult en tiert om ons heen. Dat moeten wij erkennen, dat moet ook Darius erkennen. En hij komt tot die lofzang aan het einde van hoofdstuk 6. Hij gaat het zeggen, vers 27 en 28. Want hij is de levende God. Hij houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden. Hij verlost, hij redt. Hij doet wonderen. En één zo'n wonder is dat Daniël is verlost uit de klauwen van de leeuwen. Daar hebben de Joden troost uit geput. Het liet hen zien dat het geloof van één rechtvaardige, van één tzaddik veel vermag. Dat het geloof van één veranderend kan zijn voor een hele samenleving. Het geloof van een rechtvaardige vermag veel. En dat God verlost, gemeente, dat betekent ook iets anders. Dat de goddelozen vergaan. En ieder die tegen God blijft, die niet rustig de tijd wil nemen voor God, voor gebed, voor geloof, voor Bijbel. Ieder die niet bereid is tot stille bezinning op God. En zichzelf niet volledig bloot wil geven aan de Heer en in de gebeden. Die zullen vergaan met de goddelozen. Dat staat ook in vers 25. De stadhouders die hebben gelogen, die zich hebben afgezet tegen God. Die gaan met gezin en al de afgrond in. U hebt vorige week een preek gehoord over Achan, die met zijn gezin werd gestenigd, werd gedood. Dat is hier ook. Die stadhouders met hun gezin. Want het oordeel van God komt niet alleen over jou als je een goddeloze bent. Maar als je niet uitkijkt, ook over kinderen en over kleinkinderen. Ze worden meegenomen in je val. Daarom, wees voorzichtig met je kinderen. Wees voorzichtig in het leven met God. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Want God verlost zijn kinderen. God verlost zijn kinderen. Ik wil nog één ding zeggen, gemeente. Toen Daniël richting de leeuwenkuil ging, had hij geen goed gevoel of zo dat hij het ging redden. Hij deed het niet op gevoel. Hij had maar één ding toen hij die kuil inging. En dat was de belofte van God. Hij zal u verlossen. En dat is voor ons een les. Ook wij moeten niet in de eerste plaats zoeken naar een gevoel. Wij willen vaak in de eerste plaats voelen dat God bij ons is. En dan gaan we hem ook pas geloven. Maar bij Daniël is het andersom. Hij gelooft enkel en alleen in Gods belofte. En pas als hij in die kuil zit, dan gaat hij ervaren dat God hem ook beschermt. Dan gaat hij het voelen. Geloof gaat voorop. En dan het gevoel. Eerst geloofsvertrouwen. Zonder geloof, gemeente, is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, die moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is. Degene die Hem aanklampen en zoeken. En het is door dit geloof dat richters, koningen, profeten, koninkrijken hebben overwonnen. Gerechtigheid in praktijk hebben gebracht. Beloften hebben verkregen. En het is door dit geloof dat de muilen van leeuwen zijn toegesloten. Het geloof verlost uit de muil van de leeuw. Iemand die er ook van vertelt in het Nieuwe Testament is Paulus. Aan zijn jonge vriend Timotheus. Nadat Paulus veel te maken heeft gehad met vijanden en tegenstand, schrijft hij in 1 Timotheus 4. Maar de Heer heeft mij bijgestaan. Hij heeft mij de kracht gegeven door de prediking in mij te volbrengen. En dat de heidenen te laten horen. Ik ben uit de muil van de leeuw verlost geweest. En de Heere, zo zegt Paulus verder, die zal mij ook verder bevrijden van alle boze opzet.
En hij zal mij verlossen tot zijn hemels koninkrijk aanbreekt. Dat is het geloof. Ja, ja, niet alle christenen zijn gered van de leeuwen. Dat moeten we ook eerlijk zeggen, tot slot. In de eerste eeuwen na Christus zijn er tal van geloofsgenoten voor de leeuwen gegooid. In de arena's. Keizer Nero liet ze sterven. En toen was de mond van de leeuwen niet altijd gesloten. Dat is ook waar. Maar die kinderen zijn ingegaan in de mond van de leeuw. En vonden daardoor een toegang tot Gods hemels koninkrijk. Dat is het geloof van de schrift. Zij stierven als martelaars. Dwars door de mond van de leeuw heen kwamen ze thuis. God is veel sterker dan de leeuw. Dat is een geweldige belofte. Ik sluit af met een verhaal van Christen uit Christenreis van Bunyan. Christen, in de Christenreis van Bunyan, het boek is zeer de moeite waard, u zou het moeten lezen. Christen, die had het zwaar. Op een gegeven moment moest hij langs een leeuw. En die leeuw die gromde, die was groot. En hoe moest hij nou als christen ooit op zijn levensweg langs die leeuw komen? Maar op een gegeven moment gaan de ogen van Christen open. En dan ziet hij het goed. De leeuw ligt aan de ketting. En als hij er met een boog omheen loopt, dan kan het gewoon. Zo is nu ook vandaag, gemeente, de leeuw ligt aan de ketting. De duivel, de briesende leeuw, die ook vandaag rondgaat om te zien wat hij kan verscheuren. Hij ligt aan de ketting door Christus, die zijn leven heeft gegeven. Aan het kruis van Golgotha. En in Christus is een volkomen kracht tot verlossing. In zijn brood, in zijn wijn is een volkomen kracht tot heiliging. Het is de leeuw uit Juda's stam, Christus zelf. Hij is de machtige. Hij is de leeuw uit Juda's stam, zegt de schrift. En de duivel moet voor hem op de loop. Want als de leeuw van Sion brult, wie zou er dan niet vrezen? Wie zou er dan niet vrezen? Dan zou de duivel moeten vrezen. En Gods kinderen die komen vrezend, sidderend en bevend tevoorschijn. En ze nemen plaats aan het avondmaal. En ze schuilen in de schaduw van de leeuw. Van Juda. Amen.